Martin Meiland lijkt moeite te hebben met de kritiek van Angela de Jong op zijn programma Chateau Meiland Vips. De TV-columnist heeft geen blad voor de mond genomen en het programma als inhoudelijk pover bestempeld. De Meilandjes, bekend om hun reality-show, lijken echter niet te kunnen bevatten dat er ook mensen zijn die hen niet in een positief daglicht zien. In Chateau Meiland Vips lijkt het volgens Angela de Jong alsof de Meilandjes in herhaling vallen. De voorspelbaarheid van hun acties, de bekende gilletjes en quasi-verbaasde blikken, hebben volgens haar de authentieke charme verloren. Zelfs het nieuwe concept waarin ze BN-duo's interviewen, wordt door Angela en andere critici overladen met negatieve recensies. Angela de Jong uit in een vernietigend stuk haar verwondering over hoe ver iets uitgemolken kan worden. Ze benoemt dat de Meilandjes eerder al te zien waren bij het verbouwen van hun château en in hun pension. Nu worden dezelfde elementen herhaald, waarbij Martin Meiland weer zijn bekende gil laat horen maar dit keer in het gezelschap van twee bekende Nederlanders. De kritiek lijkt echter niet goed te vallen bij Martien Meiland, die Angela de Jong wegzet als bijna altijd negatief. Hij suggereert dat ze in plaats van azijn eens een rosetje moet nemen. De zelfverzekerdheid van de Meilandjes straalt ervan af, alsof ze geloven dat iemand die hen niet leuk vindt, simpelweg zuur is. Dochter Montana sluit zich hierbij aan en lijkt de negatieve reacties van zich af te laten glijden, met een nonchalante houding en de opmerking, sommige mensen zijn zondag. Het lijkt erop dat de Meilandjes, ondanks hun succes en van scharen, moeite hebben met het feit dat niet iedereen hun herhaalde televisieoptredens als verfrissend en authentiek ervaart. De dynamiek tussen de familie en Angela de Jong blijft boeiend, waarbij de vraag reist of de Meilandjes zich kunnen aanpassen aan de kritiek of vasthouden aan hun bekende formule.